Ja, leuk dat je nog luistert naar Sleutelstad FM. Ik ben Cor van der Velde en we zitten in de uitzending van Sport 071. En ik ga praten met Wim van der Krocht. Hij is voorzitter van het ZZ-circuit. Zeg ik dat goed zo? Ja, zorg en zekerheidscircuit. Maar inderdaad, in de volksmond ZZ-circuit. Ja, ja. Leuk dat je er bent. Al 26 jaar. Dus. Mooi. Mooi. Voor de mensen die een beetje onder de steen hebben geleefd en niet meer precies weten, wat is ook alweer het ZZ, het Zorg- en Zekerheidscircuit? Het Zorg- en Zekerheidscircuit is een circuit in de regio. Dat loopt dan van Meidrecht, waar de eerste loop is, tot de laatste loop in Noordwijk en Rauten. Intussen Leiden, Voorschoten, Lisse, allemaal. Waarin lopen georganiseerd worden door 8 verenigingen. 8 atletiekverenigingen. Ja. En bij iedere loop is er dan een korte afstand, vaak 5 kilometer, 10 kilometer. Een langere afstand, die varieert dan van 15 kilometer tot de halve marathon bij sommigen. Ja, dat is 21. 21,1 om precies te zijn. Ja, precies. Ja. En daarbij, als de mogelijkheid het toelaat, is er ook dan een kinderloop. Dat noemen we dan een gezinsloop. En vaak ook nog geen run voor gehandicapten. Mm. Dus wij proberen aan iedereen te voldoen. En bij al die lopen, dus een korte, een midden- en een lange afstand. En daar worden ook klassementen van bijgehouden. Ja. Dus dan kan je gewoon voor amateursporters, zeg maar die kunnen wel bijhouden hoe snel ze gelopen hebben. En vergelijken met anderen. Ja, en nog sterker, ze kunnen het zelf bijhouden. En de meesten doen het ook wel. Want vaak zie je ze over de finish komen en meteen een klokje indrukken. Oh ja. Maar wij hebben volledige elektronische tijdwaarneming. Dus iedereen krijgt zijn netto tijd. En de tijd die gaat pas lopen als hij over de startmat heen is. Ja. Vaak als je 1000 deelnemers hebt, voordat de laatste eroverheen is, dat duurt het wel 3 of 4 minuten. Ja. En de tijd wordt pas gestopt op het moment dat ze gefinished zijn. Dus je mag je tijd zelf bijhouden, maar uiteindelijk wat met de elektronische tijdwaarneming wordt bepaald, dat telt. En dat is precies. En dat is uiterst precies van start tot finish. Ja. En de meetwaardigheid gaat zelfs bij ons systeem in duizenden, maar dat wordt niet geregistreerd. Nee, precies. Op een afstand van 5 kilometer maakt een duizendste van een seconde misschien ook niet zoveel meer uit. Nee. Maar geef maar aan hoe ver de technische zaken zijn op dat gebied. Ja, dat lijkt me best een hele organisatie om om 8 van die lopen en dan al die tijdwaarneming en alles. Ja. En door corona hebben jullie ook wel last van gehad? Ja, ontzettend. Tijdens het seizoen 2019-2020. Dat was eigenlijk ons jubileumseizoen. Was ja. De 25e Zorg- en Zekerheidscircuit. Ja. Toen kregen we 3 dagen voor de Voorschotenloop te horen van minister Graphuis dat het niet meer kon. En dat was gek, iedereen afbellen. Ja. Op de dag zelf hebben we met alle organisatoren bij elkaar gezeten om te kijken naar hoe gaan we nu verder, wat gaan we doen. Dus dat seizoen hebben we niet af kunnen maken, helaas. Het vorige seizoen kon dat ook nog niet. Nee. Toen hebben we in plaats van een fysiek circuit hebben we een virtueel circuit in elkaar gezet. Oh, hoe werkt dat? Ja, dan werkt dat iedereen die krijgt dan een app. Ja. En dan mag je een afstand gaan lopen waar je wilt en wanneer je wilt. Oh. En dat wordt dan ook bijgehouden, wordt centraal geregistreerd. En je kan natuurlijk geen klassementen van bijhouden. Dat is niet mogelijk. Nee. Want de een die loopt met mooi weer. En de ander die zoekt een parcoursje uit dat hij lekker met de wind in de rug gaat lopen. Precies, ja. Dus dat is. Maar het gaat er vooral om. En dat is ook het doel, want mensen moeten in beweging blijven. Ja. En dan gaan ze gewoon dwingen. Hebben we gezegd, nou, als je 8 of 6 keer loopt, krijg je ook een mooi shirt, een herinnering. Oh, ja. Om dwingen om 8 keer mee te doen. Ja. En het frappante was, we hebben over de hele wereld deelnemers gehad erin. Oh, wat grappig. Zelfs in Australië. in Australië liep er een dame, die liep iedere keer mee. Nou, wat mooi. Daar heb ik naderhand ook contact mee gehad, met een leuk verhaaltje. Ik denk, ja, hoe kom je nou in Australië? Ja. Maar dat was een dame, die had... Een beetje 10 jaar geleden, maar misschien meer. Had een keer anderhalf jaar gewerkt in Nederland. Mm. Bij een of andere universiteit, ik weet niet. Ja. En die had natuurlijk meegedaan aan het Zorg- en Zekerheidscircuit. En die vond dat zo leuk. En die wilde het iedere keer. En die vond op de site een virtueel circuit. Ja. Dus ik ga meedoen. Ja, precies. En toen het ook afgelopen was, kregen wij een keurige foto van haar ergens aan de kust bij Sydney. In het shirtje van de virtuele Zorg- en Zekerheidscircuit. En 8 medailles om de nek. Ja, wat goed. Dat is wel raar. Ontzettend leuk. Ja, maar dat is haast zo leuk dat je dat zou willen blijven doen, zo'n virtueel circuit. Is dat haalbaar om dat ernaast nog te organiseren? Nee. Ja, het is alles is haalbaar. Kijk, we hebben natuurlijk volledige ervaring met een virtueel circuit en dat gaat. Maar wij willen ons volledig focussen op de verenigingen die hun loop willen organiseren. Bij iedere loop komen ongeveer 150 vrijwilligers aan de cabine voor nodig. En voor hun is het ook leuk als ze
voor 2000 mensen iets organiseren dan voor 500. Omdat het virtueel wil lopen. Daarom. En dat gaan we dus niet doen. Nee. Misschien, we hebben het programma nu helemaal klaar. We weten wat we moeten doen. En stel, en ik hoop het niet hoor. Laat ik het afkloppen. Ik hoop dat er geen maatregelen meer komen waardoor 1 of 2 lopen niet door kunnen gaan. Maar dan zouden we altijd nog terug kunnen grijpen op de ervaring die we hebben met het virtuele circuit. En dan zeggen, nou, die doen we dan nog als virtuele circuit. Dat gaan we doen. Ja, de berichten die we wat dat betreft horen worden steeds ongunstiger. Maar laten we toch nog even hopen dat het gewoon allemaal fysiek door kan gaan. Ja, ja. Ja. Want 8 lopen, wanneer zijn ze? De eerste is in Meidrecht. Ja. Die is op 7 november. Dat is over een week of 3? Bij de Zilveren Turfloop, ja. 2,5, 3 weken. Nou, en daarna gaan we naar Lisse met de Spekkerloop. En dan krijgen we de Nijasloop in Leiden. Ja. Dan gaan we naar Uithoorn. Uithoorn is het mooiste, ook een hele loop. Die altijd trouw erbij is. Dan naar de Leiden Roodrunners Club voor de Valentijnsloop. Rond 14 februari. 13 februari. De Voorschotenloop en de Braasmeloop. En dan de afsluiting traditioneel eigenlijk in Noordwijkerhout, bij de omloop van Noordwijkerhout. Ja. Alleen kan dat nu niet meer in de Schelf, want die is afgebrand 1,5 jaar geleden. Maar ze zijn hard bezig daar om een andere locatie te vinden. En we weten ook dat ze met de voetbalvereniging Sint-Bavo, de VVSB, zijn ze volop bezig om te kijken of het daar vandaan georganiseerd kan worden. En ik heb er het volste vertrouwen in dat weer een knallen van de loop. Ja, mooi. En dan zitten we inmiddels verder in het voorjaar. Ja. Dus het is echt een heel loopseizoen is gevuld op die manier. Ja, het is een periode van 1,5 jaar. Het begint in november, de 7 november. Ja. De laatste loop is 2 mei of 1 mei. 1 mei. Ja, kun je nagaan. Ja. Wim, we hadden het over recreatief lopen en dan 8 lopen over zo'n beetje 1,5 jaar verspreid. En dat jullie moeite hadden in de coronatijd. Maar lopen en ook wandelen, maar ook hardlopen is volgens mij wel veel populairder geworden tijdens corona. Hebben jullie daar nog wat van gemerkt? Nee, wij zelf niet. Nee, want jullie waren natuurlijk, jullie mochten niks. We hadden geen wedstrijden. Nee. En wij hebben het virtuele circuit opgezet, omdat je natuurlijk gebonden was aan het aantal apps wat je moest hebben. Hmm. En dat hadden we eigenlijk een beetje ruim ingeschat. Hè? Want we hadden de eerste virtuele circuits, de eerste virtuele lopen, werden georganiseerd in het oosten van het land. Ja. Enschede, Almelo waren erbij. En daar hebben we toen contact mee opgenomen. Wat is nou jullie ervaring? Hoeveel mensen lopen er een virtueel circuit als het echte fysieke circuit niet doorgaat? Ja. En toen kwamen we uit ongeveer op 1/4 tot 1/3. Oké. Okay. Ja, nou, en ons gemiddelde aantal deelnemers per loop is zeg maar 1400. Ja. Van de lopers zonder de kinderen. Ja, precies. Nou, dan ga je dat nemen. Dan kom je eigenlijk uit op 340, 400. Ja. Nou, dan moet je gaan investeren in apps. Je moet medailles aanschaffen. Dat is een zaken. Dus we zeggen, nou, we zetten vrij hoog in op 500. Ja. 500. Nou, dan wordt binnen de kortste keren was het uitverkocht. 500, denk je, achteraf gezien wat je er wel 750.000 kunt nemen. Ja. Dat is echt ongelooflijk geweest. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Dus die 500 waren daar. Ja. Dus, nou, als ik dan het afmeet naar de snelle waarmee dus uitverkocht werd, waarmee het vol was. En de mensen die dan teleurgesteld moesten worden omdat ze niet meer mee konden doen. Ja, dan denk je, ja, we hebben er weinig van gemerkt. Ja. En als je ook ziet onderweg dan. Ik kijk altijd naar hardlopers onderweg. Hoeveel mensen er hardlopen. En dan ga je met andere verenigingen praten. Bijvoorbeeld met voetbalverenigingen of zaalsporten. Die kunnen nog niet trainen. En die gaan lopen. Precies, gaan lopen. Ja. Want ik denk ook dat in die periode de omzet aan hardloopschoenen helemaal niet slecht geweest is. Nee. Dat valt er zo in. Ja. Nee. En het is vooral recreatief lopen. Ja. Dus jullie zullen niet echt professionals aan de start hebben. Ja, nou, die hebben we wel, maar die gaan we niet aantrekken. Nee, maar die hebben jullie wel? Wij focussen volledig op het recreatieve lopen. Want we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen op een gezonde manier in beweging zien. Ja, precies. En dat is ook iets wat wij samen met onze hoofdsponsor, met Zorg en Zekerheid, nastreven. Ja. Je moet bezig zijn met je gezondheid, je moet bewegen. Daarom ook de creatieve iedere keer hebben. Wij juichen bewegen toe. Ja. En dan moet je afwachten wie er komen. Ja. En er komen wel stoppers bij. We hebben wel eens een keer iemand gehad en er was dan een dame die zelfs aan de Olympische Spelen meegedaan. Zo. In Uithoorn. En die won de 10 kilometer echt van de mannen. Zo. Ja. Maar die komt zich gewoon aanmelden. Die betaalt dan dat inschrijfgeld. Ja. En die wint er wel. Echt leuk. Nou, dat past dan in haar programma. Die zijn dan op een trainingstage. Oh ja. In Nederland. En die moeten dan 2, 3 dagen later hun vlucht weer halen.
En dan gaan ze kijken, joh, een trainingsloopje, of waar is een leuke loop? En dan hoor ik vaak van hun begeleiders, die moeten die loop gaan, met zorgen zeker. Hey, dat dus is, jullie hebben een goed imago. Dat is een leuke loop. Ja. En als ik dat dan hoor, van ja, dat is een leuke loop en daar willen we graag heen. Ja, ja, prachtig. Die dan een beetje. En dan is er zo'n Olympiër, die dan, een vrouw die dan alle mannen erop legt, ja, op de 10 kilometer. Ja. Prachtig. En zo komen er af en toe best wel een keer toppers bij. Ja. Maar wij focussen vooral op recreatieve lopers. Ja. En wat ik dan zelf heel gaaf vind. We werken met 8 atletiekverenigingen. En er zijn nog veel meer atletiekverenigingen hier in de Weidomgeving. Ja. En die beginnen ook heel vaak met zogenaamde opstartgroepen, beginnersgroepen. Oh ja, mensen die willen beginnen met hardlopen en dan een soort training krijgen van hoe doe je dat nou? Ja, nou, dan niet één training. Nee, maar een programma. Die hebben dan vaak een periode van ongeveer zeg maar 3 maanden. Waarbij ze echt van nul beginnen. Waarbij dus gezegd wordt, en ze maken ook gegarandeerd. Wij garanderen je dat je over 3 maanden een 5 kilometer uit kan lopen. Wauw. Dus er zitten er geen tijd achter, maar gewoon uitlopen. Ja. Ja. En dan beginnen ze dan mee. En als je dat ziet, dan die groep, als je zo'n startgroep, en als doel hebt een van de lopen van het zorgzekerheidscircuit, en je ziet die groep over de streep komen, zo blij. En zo, dat ze in 3 maanden tijd van bijna niks 5 kilometer kunnen uitlopen. Ja. En dat doet mij persoonlijk eigenlijk nog meer genoegen dan wanneer er een topper juist ja, over precies. De komt. Ja, precies. Een topper is wel leuk, maar als je echt mensen zo in beweging kan krijgen, dat... Fantastisch. Want dat, dus de vlag ging ook wel uit in Huizen van de Krocht toen je groen licht kreeg om weer fysiek te gaan lopen. Ja, zonder meer. Zonder meer, dat was zonder meer. En niet alleen bij mij thuis, maar overal. Hoor. Ja, precies. Het is het gevoel wat je nu eigenlijk hebt, is dat je een hele goede vakantie geboekt hebt. En het moment dat je in bed, dat je weg mag, komt steeds dichterbij. Ja, precies. Zo moet ik ongeveer van mooi, leiden. Mooi, dat zit je ook wel uit te stralen, ja. Dan mag eigenlijk weer een keer gaan beginnen. En dan merk je ook wel bij alle verenigingen, hoor. Dat is echt, ja, echt geweldig. Zeker. Die vrijwilligers, die staan dan weer te popelen. Ja. 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 En er komen iedere keer weer nieuwe ideeën. En we hebben echt een ontzettend leuk team bij elkaar met die afverenigingen. Komen we ook regelmatig bij elkaar. Volgende week hebben we weer een vergadering met alle verenigingen bij elkaar. En dan komt mooi. Er alles op. En het is ook leuk, de discussies onderling zijn ook heel open. Heel open tegen elkaar, als iets niet goed gegaan is. Ja, precies. Je durft kritiek te geven en dat te incasseren. Je kan het bijna één grote vriendengroep noemen waar we bezig zijn. Mooi. En als dat er niet is, dan hou ik er geen 26 jaar vol. Nee, precies. Zo is het ook. Absoluut. Ja, als ik mee zou willen doen, moet ik dan alle 8 lopen? Nee. Nee, je kan bij iedere loop kan je apart inschrijven. En dan doe je gewoon mee in het klassement. Ja. Dan doe je gewoon mee in het klassement, dat tel je bij. Maar je kan ook direct voor alle 8 lopen inschrijven. Ja. En dan ben je de zogenaamde circuit-inschrijver, zo noemen we dat. Ja. En dan krijg je meteen voor alle 8 lopen de startnummers. Dus hoef je verder niks meer te doen. Je kan gewoon bij iedere loop aan de start verschijnen. En je wordt met die elektronische tijdwaarneming automatisch geregistreerd. Kijk. Met die tijden. Ja. En je hoeft je nergens zorgen om te maken. En de klassementen die komen dan keurig op de website. En dan kan je het allemaal gaan vergelijken. Ja. Maar je kan ook per loop inschrijven. Ja. 2 of 3 lopen. Precies. En dat is afhankelijk van jezelf. Ja, je zou ook alle 8 los kunnen doen. Maar dat is een beetje meer moeite dan als je het in één keer doet. En dat kost meer geld. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat is ook altijd belangrijk. Ja. En de klassement is per loop? Of is er ook een soort totaalklassement over alle 8? Er is sowieso bij iedere loop een uitslag. Ja. Die wordt ook keurig gepubliceerd. Ja. Maar er is dus een totaalklassement. Waarbij je dus de plaatsen, de positie die je behaalt, bij elkaar wordt opgedeeld. Oh ja. En degene die dan de minste punten heeft, die is dan winnaar van het klassement. Als je alleen maar eerste wordt, dan krijg je 1+1+1. Dus dan heb je heel weinig punten. Ja, dan heb je 1 punt. Ja. En dan van de 8 lopen tellen dan de 6 beste. Oh ja. Ja. Ja, dus je kan 2 keer een off day hebben en dan... Of pech hebben dat er toch onverwacht een aantal toplopers mee komen. Ja, doen, precies. Waardoor je een keer niet eerste wordt, maar 5 of 6. Ja. En dan moet je een andere loop doen om toch die punten weer... Daarom. Ja, ook nog een beetje strategisch denken af en toe. Ja. Mooi. Ja. Mooi. De eerste loop is op 7 november, zei je? 7 november in Meidrecht. In Meidrecht. Ja. Nou, iedereen gaat zich nu massaal inschrijven. Zijn er nog veel plekken? Ja hoor. Ja, we kunnen echt wel tot een paar duizend kunnen we gaan. Oh, kijk. Ja. Nou, mooi. Maar die inschrijving die loopt volop. En die lopen in Meidrecht, de zilveren turfloop, is ook een jubileumloop. Het is de 30e zilveren turfloop. Dus daar wordt ook nog wat extra aandacht aan gegeven. Dus het wordt ook gewoon weer een feestje. Dat wordt één mooi feest. Echt, weer een happening.
Mooi. Wim van der Krocht van het Zorg- en Zekerheidscircuit. Hartelijk dank dat je even bij ons te gast wou zijn. Graag, ik was hier graag, hoor. Mooi, bedankt.